Hallo kijkers van Den Adem, welkom terug bij Infamous Second Son, de sport 6 alweer. En dit is waar we zijn geëindigd, bij de Chickie in deze hal, Neon Hall. Laten we doorgaan. As a little girl, I never thought it'd be me. That I'd be one of them. My powers were a surprise. My parents turned me in. They knew what the government would do to people like me, and they did it anyway. I didn't know what to do, but my brother Brent just grabbed our coats, and we ran. Those were hard days on the street. Moving from city to city, no comfort anywhere. Until we met some dealers, and man, they hooked us up. The drugs were heaven. But then we always wanted more. And the withdrawal, agony. Always looking for a fix. And when you lose your stash, when you think someone stole it from you, the drugs, the dealers, they make you do things they... The government picked me up easy enough after that. But it wasn't a regular jail. They trained me to shoot, taught me how to kill. So on the day of the crash, I escaped with all those skills. Everything I needed to set things right. Brent, I promise, every dealer I find, I'm gonna burn your name in their chest. No one else is gonna suffer like we did. No, brother. Nobody else. Hey, Delson. You all right, brother? What happened? Oh, you did good. You did good, buddy. Come on. Get up. Get up. Oh. Hey, you did good. I know just where to put filth like this. Somewhere where Augustine won't find her, and she won't be hurting anybody else. Hey, no. She's just killing drug dealers, man. Killing? Delson, murdering drug dealers. What do you think I'm doing to the DUP? What you have to save the Okomish back home. She stays free. No. Dude, no way! Look, just because you have the same affliction, not gift, affliction, doesn't mean that we're gonna pick up every little piece of trash we find. I'm never going to abandon you, all right? Not ever. This one goes in a cage. Hey! Oh. Daar gaan we, jongens. Keuze 2. En we kiezen natuurlijk voor het rode keuzetje, want dat is nou eenmaal de weg die we kiezen in deze game. Dus het wordt L2. Maak een genadeloze moordenares van haar door samen met de anti-geleidersactivisten of samen op anti-geleidersactivisten te jagen. En dat is wat we gaan doen. Dan wil ik ook de tekst lezen wat hierbij staat. Daar staat bij: leer haar zichzelf te beheersen en werk samen om de illegale drugshandel van Seattle te pakken. Ja, fuck dit, we doen dit. Wij zijn die flikkers. Here comes the conduits. It's my call. Not yours, not ours, mine. Oh, really? So Mr. Freewheeling Badass finally wants to take on some responsibility. And for what, huh? A bioterrorist with a body count? I love you, Reg. Don't make me break that handsome nose of yours. Bye. When she kills someone's father tomorrow, or mother the day after that, you're the one that'll allow that to happen. You calm down. Yeah. Let's talk.
Wow. Heftig, maar we zijn nu wel die badasses. En daar spelen we nou helemaal voor. Wat ik jullie ook eventjes wil vertellen voordat deze part echt officieel begint, is dat jullie misschien in part 1 tot en met 4, en ik hoop het in 5 gefixt te hebben op YouTube, maar dat jullie 1 tot en met 4 een soort van echo horen. Ik weet niet hoe dat zit, maar mijn programma waarin ik render, die als ik het bewerk, hoor je geen echo. Dus dan loopt de commentary synchroon. En zodra je het terugkijkt op YouTube en de part gerenderd is, dan komt er een soort echo in de commentary. Dus dat is heel erg vaag. Maar ik hoop dat het echt gefixt hebben, want ik ben een perfectionist en ik vind het scheid irritant. Ik vind gewoon bijna mijn video's kut, right, maar goed. Oh, look who it is. What is the meaning of the condo? Ik hoop dat het echt snel gefixt hebben. I just wanted to talk to her, okay? To see if maybe she could help us out. Oh, you are not doing the pouting Reggie thing, are you? You know I hate that. But you know someone like that shouldn't be free to roam the streets. Are you forgetting who else is someone like that? Not the same. You're different. Yes, I know. I'm your brother. And your brother is asking for your help and trying to stay alive. If you won't do it for me, then do it for the tribe. Fine. What do you need? Thank you. I need to see what else this new power can do, and you are my go-to guy when it comes to finding the core relays. There, I sent it. For the tribe and you. Thank you. I'll let you know what I get. No, I don't want to know what you get. Bye, pouting Reggie. Okay, we moeten zoeken naar de kernschakelaars om nieuwe neonkrachten te krijgen. Put up all over town. Yeah, I've seen them. I think they can track us. Well, I think I figured out a way to use them to, like, tap into more powers. The fuck stond hier? I was gonna try it out on the new neon power you gave me. Gave you? And I thought maybe you'd like to tag along. You know, maybe talk me through the new stuff. That is fucking fit. I already bagged my halo limit for the day, so why the hell not? And there's my sweet girl. Screw you. Okay, there's supposed to be one of those things at, 2nd and Main. Yeah, I've seen it before. Meet you there. Okay, cool. Heel cool. We hebben dus nu 2 soorten krachten en ik hoop dat ik eigenlijk zo snel mogelijk kan switchen tussen krachten. Want ik wil eigenlijk wel zelf bepalen wanneer ik wat gebruik, zeg maar. Maar dit is gewoon sowieso heel erg vet gedaan. Oké, maar wat ik dus aan het vertellen was, we zaten een beetje naar het verhaal zitten luisteren en zo en een beetje... Tja, te kijken hoe het verhaal vordert, maar ik wil dus echt die echo gefixt hebben. Het ligt aan Movie Maker of weet ik veel waar aan het ligt. Maar als ik dus edit, dan is het niet. En opeens is het er wel. En dan heb ik dus de part al af, dus dan kan ik niet meer terug. En dan zit er een fucking echo in het bestand. En dat, oh, ik vind het zo irritant. Echt super hinderlijk. Hey, Fetch, it's over here. Yeah, I'm cool. Conduit trackers and me don't get along. Well, wait till you see this. That doesn't seem like such a good idea. Okay, we nemen deze schakelaars over voor extra power. Wow, damn. Ik ben dus nu eigenlijk gewoon een bioterrorist combo, want ik heb gewoon 2 powers eigenlijk. Hey, you guys seen a girl kind of show mercy, shoot to kill. Wow, shit, hey. Hey, I heard gunfire. Told you those things can track you. No, I think they were just on patrol. Well, I found another one. I left you signs to find it. Boom. See it? It's a neon marker. Yeah, got it. Follow those. Oké, hij is nog niet uitgeschakeld, zag ik. Nu wel. Waar moeten we heen? Even goed kijken hoor, want ik heb het weer een tijdje niet gespeeld. Nou ja, een tijdje is een aantal uren in ieder geval. Wow, shit hé. Heftige shit is hier aan de hand. En waar moet ik heen? Neon overnemen. Oké, dat was niet de bedoeling. Ik dacht eigenlijk dat het dit was, maar goed, het zal wel. Wat zijn hun nou weer aan het doen? Dan gaan we eventjes tegenin natuurlijk. En dat doen we op deze manier, jongens. Boom!
Waarom zijn ze dan ook aan het activeren, joh? Of activeren, hoor mij nou. Heel achterlijk. Maar goed, ik zie niets op het kaartje, dus ik moet even goed kijken wat ik hier in de omgeving moet doen. Fetch, I know you've just been taking out drug dealers. Hey, dealers screwed up my life. Made me do things. They're drugs. I get it, I remember, but shouldn't you be more pissed at your parents? And all people like them who treat conduits like freaks? They're the ones who drove you to the dealers in the first place. You mean people like those freaking Lifeline activists? Exactly. See, they're the ones calling for your head. They're outing you, putting a target on your back. They're the ones who really need to be silenced. You know I'm only killing dealers. I'm saving people from drugs. But even idiots got a right to speak their mind. That's in the amendment. Ja, nu opeens beginnen ze om me te schieten. Hé, je hebt superkrachten. Yeah, take that, you poison peddling garbage. It's what you deserve. Hey, Smokes, you want in on this? Boom. Was dat het? Ik denk het. Oh, ik kiet hoor. En dan worden we weer natuurlijk wat sterker door op deze manier deze powers te absorben. Ja, ja, wat een Engelse woorden, wat een Engelse tal. Ben ik eigenlijk wel een Nederlandse commentator? Ja, dat ben ik zeker. Wow, granatas. Boom. Kijk hem eens blij zijn, jongen. Je ziet al helemaal dat hij die bad ass is. Don't need help. Don't need it, but I'll take it. Wow, sick. Wow! You got this. I'll go find another one of those things. Headshot, bitch. Jij ook een headshot? Oké, okay, hij is ook dood. En nu? Nu moeten we hierheen. Komt voor de bak, hier. Okay, I think I got the next one. Just keep following the markers. So, Godver, deze power heb ik niet. Ik kan niet op auto's afzetten. Yeah, but I mean, as long as we're on a roll, we should take it to the real assholes. You still hung up on the activists? I'm just saying, shutting them up for good would be the ultimate fuzzy jolt. yeah, whatever. Just go get you some more powers. Okay, ze spawnen dus zo nu en dan. Het is wel echt vet dit hoor, dit hele pad af te leggen. Hey, daar staat. Hello. Hey, there it is. Go ahead and get your convulsion on. You first. Boom! Dat was sick. Ouch. What? I lost smoke? What's the point of getting new powers if you have to trade in the old ones? Ja, Jezus, inderdaad. Nou, dat vind ik dan wel weer jammer hoor. Nou, zonde hoor. Oh, hier is een brokstuk. Zo, heb ik weer wat extra power. 16 fucking upgrades beschikbaar, Jezus. Dan gaan we even updaten. Updaten ook echt. Upgraden als we op dit ding zijn. En ik zie hier store senders. Dus gaan nu even upgraden. Dan gaan we via dit menuutje heen en dan gaan we kijken. Wat kan ik hier doen? Lichtsnelheid. Oh, mijn neon, hè? Ja, kijk, dit hoort bij rook. Dit hoort bij neon, oké. Okay. Terwijl die is ook cool.
Oh, sick, hey. Damn. Sommige dingen zijn echt vet. Cool, dat is dus wat zij eigenlijk de hele tijd doet. Hier is het gewoon. What the fuck? Ik miste gewoon nog een power. Wow. Nou, hier is hij geknipt, guys. Handig weer. Maar goed, wat een fucking... Wow, wat een vette power. Damn it, eh. You know, anytime you want to actually hang around for one of these things... You know, I've been thinking about what you said before. Whoa. About those fast-come lifeliners. Oh, yeah? Yeah, and, you know, they're the ones pissing on me now. Maybe it's time to share the pain. Well, hey, when that time comes, I'd love to tag along. Sure, it'll be a date with a death toll. I'll give you a call if anything comes up. De fik erin. Damn it, hey. Die missie was echt... Insane, die laatste move was echt belachelijk vet. Daarboven kan je graffitien, maar dacht het niet dat ik dat ging doen nu. Ik zie dat ik daar een rode missie beschikbaar heb, dus dat is een bad karma missie en dat ga ik natuurlijk doen. Jezus, wat zijn die veel neonlichten. Oeps. Oké, hem executeer ik ook even natuurlijk. Ja jongens, die nieuwe power is wel vet hoor. Nog niet zo heel sterk, maar wel heel vet. Die laatste move was vooral sterk. Om jezus, dat was echt niet normaal. Wat kan ik hier doen? Oké, dan schudden we eventjes. Zo, ja. En we hebben iets geschilderd, gepaint. Zo, dat is mooi, hè. En we gaan gewoon weer verder. Damn, het hoor ik weer die kutkinderen op de achtergrond. Ik weet niet of jullie het horen, ik hoop het niet voor jullie, maar... Altijd worden mijn parts verpest. En dan mijn laatste kleur, denk ik. Dat wordt zwart waarschijnlijk, ja. Het is eigenlijk een beetje Shepard Fairey stijl met al die schabloontjes, icoontjes. Dat is fucking nice gedaan, van. A man, a plan and an aerosol can. Fucking vet, jongen. Echt gestoord. Soldaten begraven en hij gras maait. Holy shit. Koppen eraf. Oh, dat was echt ziek gewoon. Ik heb het idee dat die game nog zo vet gaat worden. Hè. We zitten gewoon echt aan het beginstadium van een belachelijk vette actievolle game. Hij zit al vol met actie natuurlijk, maar als je hem een paar keer dood ziet gaan, denk je, ja oké, nou weet ik het wel weer. Maar je moet het gewoon goed onder de knie krijgen en deze power moet ook gewoon geüpgraded worden, want dat is het vooral. En het zou pas vet zijn als je op een bepaald punt in de game gewoon kon kiezen welke kracht je zou gebruiken. En daarnaast gewoon... Wow, rustig jongens. En daarnaast gewoon zou kunnen combineren tussen powers. Dus dat je echt een super move doet.
Nou, laten we beginnen, jongens. Sidequest. What's up? Looks like the haters are getting ready for their big parade. You in? Oh, I'm in. I'm a total hater. Oké, wat gaan we doen? Dode activisten maken een einde aan de demonstratie. Nou, oké, dan doen we dat even, jongens. Looks like the Duke troops becoming honorary members of the Haters Club. Yeah. What did they say? The friend of my enemy has bad taste in friends. Makes it more convenient for us. Jezus, wat is zij allemaal aan het doen? Wat een superstijl heeft ze. Oh, ik ben zo goed als op. Ik ben leeg. Ik dacht al, wat een goede kracht heb ik allemaal, zeg. Maar ik ben gewoon op. Ik moet even bijvullen. Oh, nog meer. Tegen wie vecht ze eigenlijk nu nog? We waren tegen activisten aan het vechten, maar... Nice moves, ik neem eventjes wat afstand. Kijk hem nou nog. Oeh, nice. Zonder dat die auto nog kapot ging. That was fun. I just want to light up that leader guy's innards. Maybe that'll make him shut up. Well, he's bound to be at one of these little get-togethers. Let's just keep crashing until we find the right one. I like the way you think, Smokes. Race you to the next one. Wat moet ik doen nu? Hey, ik kan weer rook overnemen. Sick. Hey, nou heb ik weer mijn rookpowers. Hey, dat voelt raar. Nou, dan moet ik opeens heel erg wennen aan hoe dit elke keer weer werkt. Oké, ik moet naar al die plekken toe. Maar ik denk dat ik dat ga bewaren, jongens, voor de volgende part. Ja, ik denk dat ik dat ga bewaren voor de volgende part. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden en hebben genoten van deze part. Er is zoals gewoonlijk weer ingeknipt, omdat het gewoon vaak fout gaat. En dan niet eens bewust vaak fout, maar ja, ik kan er gewoon niks aan doen. Dan gebeurt er weer wat, of ik snap het niet, of het duurt er veel te lang. En dan kan je het beter gewoon doorspoelen dan dat je als een mogol naar een achterlijke lange part kijkt. Dus op die fiets. Dus ik hoop dat jullie het cool vonden. Laat sowieso je like achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Deel de video eventjes. En dan zien jullie me terug in de eerste volgende video die ik maak. Later guys.